anders. Ik ben in 2016 gestart met het investeren in de Juninski stringtechnologie met het systeem van de wagons van Skyway. En sinds juni 2020 is er een nieuwe communicatiegroep voor Nederland om te zorgen dat de Nederlandstalige investeerders in de eigen taal op de hoogte gebracht kunnen worden over de laatste ontwikkelingen. En ik ben een van deze communicatiepersonen. Ik zal af en toe de presentatie doen en Earl zal hem ook af en toe doen, zodat jullie niet altijd naar één en dezelfde stem hoeven te luisteren. En waar gaat het eigenlijk over? Het gaat over het milieu. Overal in de wereld zal rekening met het milieu moeten worden gehouden. Het moet groener worden en veel minder uitstoot. En in heel veel landen worden afspraken gemaakt. Het zijn kleine veranderingen, maar er worden afspraken gemaakt. Ook bij ons in ons land. Willen we de aarde goed onderhouden, dan zal het goed aangepakt moeten worden. Maar het probleem is dus wereldwijd. En wereldwijd moeten we dus onszelf gaan veranderen. Onze manier van leven moet gaan veranderen. Onze manier van vervoer moet gaan veranderen. Want hoe we het nu doen, is er veel te veel luchtvervuiling. En die oplossing die er is, is eigenlijk al jaren geleden in gang gezet door de heer Anatoly Juninski. 40 jaar geleden eigenlijk al. Zo lang is hij er al mee bezig dat hij zag dat het niet goed ging met de wereld en met het milieu. We waren de wereld aan het kapotmaken. En hij is vanaf 2078 tot nu ermee bezig geweest. En vanaf 2014 is het echt in een stroomversnelling gekomen. En dit is de heer Anatoly Juninski. En dan ziet u rechtsboven een vrachtauto op een rail naar boven rijden. Dat is zijn eerste project geweest dat hij eigenlijk gebruikte. En als je dan middenonder zie je dat nog een keer, die vrachtauto naar boven. En als je dan nu ziet waar wij straks u laten zien, dan ziet u dat het een heel groot verschil is. De wereld moet echt veranderen. En hier ziet u een, hier vertel ik eigenlijk een systeem wat dit kan. Maar wie is Anatoly Juninski? Hij is iemand, auteur, uitvinder en designer van het Skyway stringtechnologie, maar hij heeft die 40 jaar al veel projecten gedaan. Hij heeft veel overal gewerkt. Hij is projectmanager van twee projecten van de Verenigde Naties, maar hij is ook lid van de Cosmonautische Federatie van de USSR. Hij is auteur van 140 uitvindingen, 18 monografieën en meer dan 200 wetenschappelijke projecten. Hij is ook verschillende malen onderscheiden. Hij heeft gouden medailles van de Russische Mark of Quality gekregen. Diploma's heeft hij. Internationale prijzen Golden Chariot heeft hij gewonnen. In 2009 en 2011, maar ook in 2018. Dat is gewoon een hele prestigieuze prijs. En hoe komt dat? Omdat hij het milieu wil veranderen. Hij wil de wereld veranderen. Hij wil het vervoer in de wereld veranderen. Want we gebruiken steeds meer ruimte om wegen te maken, maar dat kan niet. Het gebruik van ruimte voor wegen moet extreem minder. En daardoor heeft hij het vervoer uitgevonden op het tweede niveau. Het eerste niveau is dus op de grond, maar het tweede niveau is eigenlijk in de lucht. En dat kun je door gewoon op hoge palen en daar een rail aan te hangen. Dan blijft onder op de grond, blijft het milieu goed. De mensen kunnen blijven wonen, dieren kunnen leven. En boven de grond kan men zich gewoon verplaatsen. Dat is gewoon heel, heel fijn. En dat is voor de industrie en voor het personenvervoer. Want onderin kan bijvoorbeeld industrie hangen, bovenin personenvervoer of andersom. En hierna zie je een aantal typen van die voorbeelden die er eigenlijk zijn. En dan zie je heel veel projecten die personenvervoer, allemaal verschillende wagons, maar in het midden, precies in het midden, dat gekleurde met het water, dat is eigenlijk ook voor de industrie. En dan zie je dat zouden allemaal een vrachtauto's zijn telkens met een container erop. En hier zie je hoeveel containers er eigenlijk achter elkaar snel van A naar B kunnen. Het plaatje daarnaast laat het iets duidelijker zien, de containers op een ponton. En nu hebben ze inmiddels ook al hangende containers. Dus het industrievervoer kan straks door de lucht en het personenvervoer. Dat wordt allemaal veel en veel veiliger. En wat kun je bereiken door het vervoer door de lucht heen te doen? Natuurlijk een beter leefmilieu voor dieren, maar ook een versneller transport voor de pallets en de containers. Want het gaat veel sneller, er zijn geen kruisingen, men hoeft nergens te wachten. Dus files kunnen opgelost worden.
al die vrachtauto's van de weg, dat is voor de gewone auto die je rijdt natuurlijk ook een veel makkelijker doorgang. Maar alles is geïnspireerd en georiënteerd op groene energie. En ze hebben een opleidingscentrum voor medewerkers. En er zijn ook al studenten die verslagen schrijven over het Skyway String Technology project. En inmiddels zijn er ook studenten die zijn afgestudeerd. En wij met ons wegen bouwen, dat doen we wel mooi, maar de natuur die is het daar niet altijd mee eens. En die valt ons ook aan. Ze hebben hun eigen wetten. Of het er nou is door het water wat ze een brug mee verwoesten, of door zand zoals in de woestijn wat over de weg heen waait. Het is altijd lastig. En dat heb je op het tweede niveau niet. In Duitsland hebben ze een aantal pogingen ondernomen om een weg ondersteboven aan te leggen. Dat zie je op het plaatje links. En in het plaatje rechts zie je dat wat China doet. Die heeft tegenwoordig een tram op wielen. Maar die zit aan de bovenkant, die wielen. En verder is eigenlijk de tram geen verschil met een ander vervoermiddel als de tram op de grond. Alleen de wielen zitten bovenin. Maar milieuvervuilend is je nog even erg. Dat is dus een groot verschil met ons. Dan zeggen mensen, ja, maar er bestaat meer. Want veel gebieden zijn ook gewoon in de bergen al kabeltransporten. Maar dat is anders. Dat is een kabelbaan. En een baan is heel iets anders. Die wordt voortgetrokken door een touw. Die hebben geen eigen motor. Die zullen dus ook nooit een snelheid kunnen bereiken. En dat is dus een heel groot verschil. Als je dan kijkt naar dit transport, dit is dus het Juninski String Technologie Transport. En dat gaat door de lucht. Dan zie je linksboven het plaatje, dat is voor een aantal personen. Maar dan daaronder zie je een driedubbele. En daar kunnen gewoon 3 keer zoveel mensen in, een stuk of 20, kunnen daarin mee vervoerd worden. En rechts zie je hoe dat het is voor de industrie. De industrie kan gewoon vanuit een mijn bijvoorbeeld het materiaal vervoeren door in een container te doen. Of in een kabelbaan hebben we ook een lopende band, moet ik zeggen. Die hebben we ook en dan kunnen ze zo naar de plaats waar het bedrijf zit om het verder te vervoeren of te verwerken. Dus allemaal een heel groot verschil. Men heeft dan ook geen wegen meer nodig om de files te kunnen ontwijken. Maar laten we eens een voorbeeld geven hoe dit gebouwd gaat worden. Dan zie je hier hoe onze aarde eruit ziet. Dan zien we dat we bergen hebben en we hebben dalen. In de dalen staat water, dat zijn onze rivieren. En om onszelf van A naar B te verplaatsen, om daar een weg aan te leggen, dan moet het geëgaliseerd worden. Dat wil zeggen dat de rivier dichtgegooid moet worden en de berg afgegraven. Dan krijg je een mooi rechte lijn, maar de dieren die er wonen, hun leefomgeving is weg. Dat kan niet. De flora en fauna veranderen daardoor heel erg. Daarnaast heb je dan ook nog voor het aanleggen een 2 meter brede meerlaagse fundering nodig om de spoorstructuur aan te leggen in 1 richting. En je moet altijd 2 richtingen hebben, dus dat wordt nog breder. En meestal liggen er nog meerdere banen naast elkaar, dus dan wordt het nog breder. Maar telkens heb je 2 meter breed nodig. En daar kunnen pas rails opgelegd worden en daar overheen kan het rollend materiaal. Maar wat doet Skyway? Skyway plaatst pilaren. En die trekt tussen die pilaren eigenlijk een soort snaar. Dat zijn getwiste snaren, die zijn veel sterker. En dan kun je eigenlijk vergelijken met iemand die over een touw heen balanceert. Die balanceert eigenlijk met eigenlijk over zijnzelfde koord heen als hier gebruikt wordt. Natuurlijk wel iets dunner, iets zachter. Maar er zitten meerdere koorden in, want dat zal ik zo meteen nog laten zien. Doordat ze dan die palen kunnen verbinden met de snaren, kunnen ze het vervoer laten rijden op het tweede niveau. En men heeft geen zware grondwerkzaamheden nodig, dus de dieren en planten kunnen blijven leven. Want zoals je hier ziet, het water blijft er staan en de berg blijft ook. De dieren kunnen eronder leven en wij kunnen onszelf toch verplaatsen van A naar B. Dan hebben we ook nog eens geen zware steunen nodig. Want in plaats van die dikke zware steunen is een dunne steun voldoende. En zelfs nog minder, dat laat ik zo meteen ook nog wel zien. Maar tussen die steunen wordt dus een snaar getrokken. En die wordt aangetrokken zoals je eigenlijk ziet rechts bij een gitaar. Daar worden ook de snaren aangedraaid en dat is hier dus ook. Hier worden de snaren, worden aan de begin en het eind, worden die in de grond bevestigd om alles mooi strak op zijn plaats te houden. En dan kunnen de pilaren
een aantal tussenin weg, want zoveel zijn er niet nodig. En dan zie je dat zelfs door het bouwen men niet in veel berg of water hoeft te gaan graven. Dus hoe mooi is het dat je eigenlijk veel en veel minder grondverzet nodig hebt en ook geen wegen om er naartoe te gaan om het via een bulldozer te laten egaliseren. Als we dan ook nog eens om de snaar een stijf omhulsel doen, dan krijgen we een unieke spoorstructuur. Die is niet meer doorgebogen, maar die is recht. En dan zie je eigenlijk in dat omhulsel zit eigenlijk een polymeeroplossing. En dat komt straks, kom ik daar nog op terug. Maar doordat het dan recht en stevig is, dan zie je ook de kabels, de snaren, die zitten in dat omhulsel met die stevige soort cementoplossing, zeg maar. En dan krijg je een hele sterke laag waarop gereden kan worden. Die is supersterk. En als dan de wagon daarop rijdt, dan zie je de wielen aan de bovenkant er overheen gaan. En die bovenkant is eigenlijk ook nog van een materiaal dat niet verslijt. Dus men heeft hier een garandering van 100 jaar dat dat slijtvast is. En aan de zijkant, in die rondjes, zie je een bescherming dat de wagon nooit kan ontsporen door het beveiligingssysteem wat ze hebben. Hier is echt overal aan gedacht om het veilig te houden voor ons als mensen om ermee te reizen. Het is niet gevaarlijk, je kunt niet naar beneden vallen. Maar er is nog meer, want we kunnen de belasting op het spoor nog verminderen en de capaciteit verhogen. En hoe doen we dat? Door geen lange trein te nemen, maar eigenlijk losse wagons te maken. Dan is dus ook de afzonderlijke rijtuigen, die rijden dan ook en elke 10 of 20 seconden. En ook de belasting op het spoor is minder. En dat kunnen ze door de moderne ontwikkeling van tegenwoordig. Via de computer hebben ze technologieën om volledige automatisering en het logistieke probleem makkelijk op te lossen. Maar er is nog meer. Want als we nu ergens wonen en dan moeten wij naar een treinstation. Maar er kan straks door een fijnmazig netwerk zelfs in een flat een verdieping een deel leeggehaald worden. Voor en achter de flat zet men een pilaar. Men trekt de bekabeling door de flat heen. Dan kan men een station maken, een opstapplaats in zo'n gebouw. En dan kan men in een eigen gebouw in en uitstappen en gaan reizen. Dus dan heb je de auto voor de deur in feite ook niet meer nodig. En de fundering van zo'n gebouw, die hoeft helemaal niet zwaarder, want die wordt totaal niet belast. En hoe doen ze dat? Want sommige aanlegplaatsen kun je gewoon niet bij inbergen. Of heel moeilijk, en dan moet je wegen aanleggen, dat hoeft dus niet. Want er is ook een vliegende drone. En die is anders dan onze helikopter. Want kijk er maar eens goed aan, er zit ook geen chauffeur in. Er is geen persoon nodig om in te besturen. Dat wordt allemaal automatisch vanaf de grond gedaan. En zo'n vliegende drone die kan tot 1500 kilo dragen. En op die manier kunnen ze dus op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, of gewoon het milieu niet veel te belasten, kunnen ze daar met een drone verder bouwen. Als je dan kijkt hoe een touwverbinding van een brug kan. Links zie je een autoweg die aangelegd is en met heel sterke snaren ook wordt die brug vastgehouden. En kijk eens hoeveel asfalt en alles er nodig is. En dan zie je, wij hebben daar een systeem van ons, van Skyway String Technologie ingemonteerd. En dat is een fotomontage dus. En dan zie je dat je door een pilaar in het water en een begin en het eind te plaatsen en daar de stringen tussen, de touwen tussen te verbinden, dat je hier veel en veel minder bouwtijd nodig hebt, veel minder materialen nodig hebt, veel minder milieuvervuiling en alles. En men kan zelfs die pilaar die in het midden in het water staat, is ook niet nodig, want men kan een overspanning van 600 meter halen om van A naar B, van de ene naar de andere kant van deze rivier te gaan. En op basis hiervan kunnen we, wat ik net verteld heb, drie soorten spoorstructuur bekijken. De ene is een enkelvoudige, die is strak en recht getrokken. De tweede is een dubbele, kan boven en onder vervoer heen gaan. En de derde is flexibele. En die heeft dus een dunnere
spoorstructuur. Die is veel dunner als dat je kijkt naar de bovenste. Als we dan naar de bovenste kijken, die zie je onder het plaatje, hoe dat hieruit ziet. De snaren en binnenin in die spoorstructuur, zoals ik net heb uitgelegd. En die flexibele van het onderste plaatje, dan ziet u hoe dun en hoe smal dat die is. Er ligt een bril op en het is veel dunner en smaller als een bril, maar hij kan wel het vervoer, de wagons gewoon vervoeren. Men kan van A naar B, dit is sterk genoeg, er zijn voldoende testen gedaan en via die test is dit gewoon ook bewezen. Maar er zijn nog meer belangrijke oplossingen om het energieverbruik te verminderen. En dat is de aerodynamische weerstand van de lucht. Want zodra de snelheid van een voertuig toeneemt, dan neemt ook het energieverbruik drastisch toe. En dat zie je hier bij die auto. Achter die auto zie je een hele werveling. En die werveling zorgt ervoor dat de auto de snelheid eigenlijk een beetje afgeremd wordt. Als je dan kijkt bij de high-speed unibus die wij via onze Unity Strings technologie hebben, dan zie je voor en achter een vloeiende lijn. En er komt helemaal geen werveling achter de high-speed unibus. En de auto die eronder staat wel. Dat geeft toch wel een heel groot verschil in het verbruik van de energie. Dus het skywayvervoer op het tweede niveau wordt niet beïnvloed door wervelstormen. Dat is natuurlijk ook omdat er aan de onderkant kan de wind er ook onderdoor. Dat kan bij een auto op de weg niet. Dat wordt daar tegengehouden. Dus het heeft heel veel voordelen tegenover het traditionele vervoer. En deze high-speed unibus, dit is een echte foto. Die is in 2018, heb ik die gemaakt. En die is toen te zien geweest op het Ecotechnikpark in Minsk. Ik ben daar geweest, ik ben daar gaan kijken. Ik heb mee mogen rijden. Een geweldige ervaring om dat mee te maken. En het is gewoon heel mooi om te zien hoe stevig het in elkaar zit. Hoe goed dat ze daar aan het werken zijn. En dat je gewoon alles ziet hoe dat het werkt. De originele romp van de high-speed unibus is ook getest in een windtunnel. Dat is natuurlijk om het mogelijk te maken om hele grote prestaties te bereiken met zijn snelheid. En als je dan ook kijkt wat het verschil is in de tijd. Als je, daar zie je die rechterplaatjes, die twee. Het personenvervoer van 100 kilometer voor 14 personen te vervoeren. Met een snelheid van 100 kilometer. Die verbruikt een energie van 0,12 energieverbruik per 100 km per uur en een snelheid, een lengte van 100 km. En de high-speed unibus, die verbruikt 0,93 energieverbruik op een snelheid van 500 km met een lengte ook van 100 km. Dus het is veel en veel zuiniger als dat wij nu op dit moment gewend zijn met het traditionele vervoer. Maar alvorens de markt te betreden moet natuurlijk altijd elk voertuig moet getest zijn, gecontroleerd zijn. Er moeten eigenlijk vele vergunningen aangevraagd worden en alles moet gewoon ook heel goed beveiligd zijn. En dat is niet makkelijk, maar er zijn dus al heel veel testen gedaan. Mensen die zeggen, ja, maar hoe zit het dan in elkaar? Dan als we op onze site gaan kijken, dan kun je daar dus alles vinden. Mensen die een beetje technisch zijn en willen weten hoe het eruit ziet, daar zijn zo'n soort papieren, allemaal zichtbaar voor echte mensen die in de techniek daarmee bekend zijn. Die kunnen daar alles lezen hoe het precies in elkaar zit. Ik begrijp daar niet veel van. Ik begrijp het wel als ze het uitleggen, maar ik zou het absoluut niet na kunnen vertellen. En de mensen die meer technisch aangelegd zijn, die kunnen hier zich lekker in uitleven om dat te bekijken. Maar als we dat even overslaan, dan gaan we hier naartoe. Als het getest is en goedgekeurd is, dan krijgt men een patent op. Men heeft dus hier een aantal van de patenten neergezet, maar ook onderscheidingen en diploma's. Er zijn al heel veel, dit is maar een tiende van de dingen die je laat zien. Er zijn gewoon al heel veel patenten afgegeven door verschillende landen. En hier zie je dus ook dat er in 2019 een expert van het VE-programma voor duurzame ontwikkeling meer heeft. Hij gaat weg. Even terug, want ik wil er nog eentje laten zien. Als je dan hier ziet, het rechts onder het plaatje, dat is eigenlijk de goedkeuring voor de Europese Unie, dat rechtse plaatje. Dus in 2019, februari, is dat goedgekeurd door de Europese Unie. Dus dat is wel heel fijn, heel mooi ook om te weten. Men zorgt dus ook dat alle testen goedgekeurd worden op alle continenten van de wereld.
En de Europese Unie is daar natuurlijk één van. Wil je ook nog meer weten en meer uitzoeken, dan kun je ook naar deze website van rswsystems.com. En daar vind je ook nog van allerhande filmpjes en alles. Op het YouTube-kanaal heeft ook hele mooie filmpjes. Hier zie je dus een plaatje van alle tekeningen van de wagons die er allemaal zijn. En dan heb ik linksboven heb ik een echte foto. Dus je ziet daar de Uniwind U4651. En daar links naast is dus een plaatje van dat die echt in bedrijf is. En dat die echt dus op het park aan het rijden is. Ik heb hem ook gezien. Dan de Unibike. Die is daar ook. En dit is de Unicar. In de Unicar heb ik mee mogen rijden. Dus dat was gewoon hartstikke mooi. De Unicar U4430. En dan daaronder hebben we de driedelige. En rechtsboven de Unibus U4210. En dan de enkele en de dubbele. Die is er. En daaronder heb je de High Speed Unibus. En die kan dus tot 500 km per uur. Alle andere tot 150 km per uur. Dus dat is het verschil. Alleen rechtsonder, die is tot 150 km per uur. Die heb ik ook gezien. Heb ik ook ingezeten. Hij stond op het beurs in Berlijn. Daar heb ik zo meteen ook nog plaatjes van. Eerst hier eventjes voor de industrie. Hier hebben we dus de containers. Tot 35 ton kunnen we die hebben en 12 meter lang. Dus op dit moment heb ik niet de echte foto zoals deze, maar ik heb wel dadelijk zometeen andere foto's. Hier zien we de Unitruck, de U471. En dan hebben we nog de band, de waar ik het daarnet over had, waar zand of kolen of ijzererts overheen uit een ijzerertsmijn bijvoorbeeld gehaald kan worden. En die kan dan vervoerd worden naar de fabriek om daar verwerkt te worden. En linksonder heb ik een plaatje, daar heb ik een foto van gemaakt toen ik in het park was. En die, wat dat is, weet ik niet, daar is niks van verteld. Ik heb hem maar één keer zien rijden, omdat ik heel laat nog op het park was. En bijna iedereen vertrokken was. En dan hebben we één keer dit vervoermiddel op en neer zien rijden. Dus dat is waarschijnlijk iets wat we een van de volgende keren gaan horen. Maar op dit moment is dat nog eventjes onduidelijk. Als we dan kijken naar de bouwkosten en het milieu, dan zie je de bouwkosten van het Skyway vervoer is vele malen milieuvriendelijker als dat je met de trein en de vrachtauto hebt. Maar de milieuvervuiling, kijk daar eens naar, de vrachtauto, het hele lijntje is helemaal grijs. En dan zie je bij Skyway dat het dus veel en veel minder milieuvervuiling heeft. Als je plaatjes rechts kijkt, dan zie je ook zeker de twee onderste, dat die dus heel erg veel vuiler zijn als de volgende. Want dan zet ik er even de plaatjes bij hoe het Skyway gaat worden. En dan zie je dat dat veel makkelijker is, veel milieuvriendelijker. In een fabriek kan men de containers, de pallets in de wagon zetten. En van schepen op zee kan men de containers meteen plaatsen op een ponton en zo het achterland in. Dus men kan de havens heel erg ontlasten. En hier zie je een foto, dat is dus geen fotomontage. Dat is ook weer een foto die we gemaakt hebben op het Ecotechnopark in Minsk. En het is eigenlijk het verschil, dus het snartransport, dat geen lastverbindingen heeft. Je hebt dus ook geen kding-kding, wat je bij een trein heel snel hoort. Hier hoor je echt een heel zacht zoemend geluid. En ze zijn nog bezig om het eigenlijk nog te verminderen. Het is de belangrijkste taak van het transport op het tweede niveau om te garanderen van maximale veiligheid. Omdat er geen machinisten zijn, is de automatische besturing eigenlijk ook dat die uitsluit dat er een menselijke factor fouten kan maken. Dus dat is wel heel verschillend, maar er kunnen problemen voordoen, zeggen mensen, met dat een wagon uit kan vallen. En dan hebben we hier eigenlijk dat ook heel makkelijk te verhelpen is. Mensen zitten dan niet hoog boven in een wagon en dat ze niet uit kunnen en dat ze op een of andere moeilijke manier door de brandweer eruit gehaald moeten worden. Want het volgende voertuig dat komt, die pikt het voertuig wat eventueel stil is gevallen op, koppelt hem vast, want in elk voertuig, als je kijkt, zit er bovenin, voor en achter, een staaf die uitsteekt en kunnen ze elkaar mee aankoppelen. En dan kan hij een voertuig naar het volgende station duwen of trekken, al nagelang waar ze heen moeten. Maar op deze manier kan het altijd naar een volgende plaats van uitstappen gebracht worden. Dat is gewoon heel mooi.
Dit is ook een foto van mij van park in Minsk. Je ziet allemaal mensen daaronder. Wij waren daar allemaal aan het rondlopen. We mochten daar overal lopen en de gebouwen in. En dan zie je bovenin de high-speed unibus. En daaronder is de unibus U4-220-T2. En die reden daar de hele dag op en neer. En iedereen mocht daarin meerijden. Echt een hele geweldige ervaring. En er zijn twee prioriteitsrichtingen. Eentje de unibus voor personenvervoer met 25 zitplaatsen. En twee is het containertransport. En dan het hangend en het containervervoer en het staande. En er zijn ook al hele belangrijke verbeteringen gemaakt voor het verminderen van het geluid. Het geluid kan op drie manieren eigenlijk kun je het horen. En het belangrijkste geluid zit in de paar railwielen, maar ook in de apparatuur in de motorruimte. En het derde type geluid is het aerodynamische geluid. En het absorberend geluid is vooral nodig voor de hele zware transporten en het snelle personenvervoer. Want dan zou het anders steeds veel harder gaan worden. En daar heeft men ook al heel veel verdere verbeteringen in aangebracht. Want het laagfrequente geluid komt van spoorwielen. En het chassisbureau is er mee bezig geweest. En die hebben trillingsisolatoren aangebracht om het geluid te verminderen. En ook in de materialen kunnen ze nog wat verminderen om het geluid nog verder te verminderen. En dan heb ik hier een beter plaatje ervoor. Dan zie je die gele streep. Dat is dus eigenlijk wat ze tussen gebracht hebben. Als ik even terug ga naar het vorige plaatje. Dan zie je in het bovenste plaatje die rondjes die er staan. Daar zit ook trillingsisolatoren tussen. Dus ze hebben op verschillende plaatsen. En het onderste plaatje zie je in het klein wat ik hier nu weer in het groot laat zien. Dan zie je dat daar dus de geluiddemping nog verder is verbeterd. Men blijft constant bezig om het allemaal te verbeteren. Maar ook het transport voor eigenlijk wat boven de grond beweegt, dat hebben ze dus makkelijk kunnen maken, omdat het dus niet nu ook boven wegen en andere vervoerswijzen kunnen zonder het leven eronder te verstoren, maar ook door eigenlijk het vervoer op de grond te zorgen dat er minder files komen. De auto's die dan nog moeten rijden, die hebben veel meer ruimte kunnen doorrijden. En dan zie je hier eigenlijk, dit is een fotomontage en die heeft Earl gemaakt. Hij kan dat, ik niet. En dan gaat hij bij een weg staan die er gewoon in Nederland is, op willekeurige plaats. Als je zegt bijvoorbeeld, ik wil bij mij in de straat zien hoe dat staat of hoe dat kan. Hier is dus gewoon een snelweg genomen en over de snelweg is dus dit systeem geplaatst. Als je dan helemaal rechts het plaatje ziet, zou je dat ook in bossen kunnen doen. Dat is ook een fotomontage. Maar zo gaat het straks in de toekomst eruit zien. En Earl maakt dat meer op meerdere plaatsen. Hij is al op een aantal plaatsen geweest. Als wij straks ooit een keer weer op een plaats mogen gaan presenteren, dat we ergens mogen zijn, dan zullen we daar ook leuke video's van laten zien. Want dat is echt heel mooi om te zien dat hij in bepaalde plaatsen is geweest. En dan dat je zegt, nou kijk, dit was hier deze straat. En zo kan het worden in de toekomst. En geen verkeer meer op de grond. Kunnen kinderen weer gewoon minder op de weg fietsen. Hoe mooi is dat? En daardoor, doordat het allemaal door de lucht gaat, heb je minimale grondverwerving nodig. En de bergen, de bossen en wateren zijn totaal geen obstakels meer. En het is ook niet nodig om een trein waterpas te maken, zoals u in het begin heeft gehoord. Maar het belangrijkste, trekroutes van dieren worden niet geblokkeerd. Ze hoeven geen dierenpassages meer te maken. En ook heel belangrijk, de vruchtbare bovenlaag van de grond, die wordt niet vernietigd. Dus alle planten kunnen ook blijven groeien. In 2018 ben ik ook in Berlijn geweest op de beurs. En daar was dus de eerste keer dat ze de high-speed unibus lieten zien. En dat was hartstikke mooi, want het was daar zo verschrikkelijk druk op die stand. En dat was gewoon, deze foto is toen het even iets minder was, maar meestal was het veel en veel drukker. En mensen die in de stand er tegenover waren, die begrepen niet wat daar aan de hand was. Want je ziet het linkse plaatje, linksonder, dan zie je drie van die vertegenwoordigers van die stand, die staan te kijken. Er is helemaal niemand in hun stand. Je ziet de mensen, die staan rechts in het gangpad, die kijken eigenlijk naar de andere kant, naar de stand van ons Skyway-programma. En die begrijpen er niks van, waarom het daar zo druk is en niemand eigenlijk bij hun kijkt. Dat is geweldig om te zien, was heel mooi. En het is natuurlijk onmogelijk om langs dit voertuig te lopen, om indruk te maken. Men had ook al gezegd, het kwam binnen met een groot doek eromheen en ze dachten dat de Russen kwamen met een of andere raket. Nou, het was dus de high-speed unibus.
Hij wil niet meer verder. Oh ja. Dit is een van de motorwielen. Die zijn speciaal daarvoor ontworpen. Er is patent op. Dus wij kunnen er niet in kijken. We kunnen niet vertellen hoe die van binnen werkt. Maar dat snap je. Als er patent op is, is het dus heel mooi. Omdat dan dit niet nagemaakt mag worden. En de concurrentie is nog ver achter. Die zal ook wel komen met iets. Maar die hebben nog alleen maar op papier dingen staan. En wij hebben gewoon al dingen in het echt al getest. En de eerste trajecten worden gebouwd. Dus hoe mooi is het? En waarom kunnen we die snelheid zo goed halen? Omdat de minimale rolweerstand van stalen wielen op het staal, waar ik daar nog een plaatje van heb, zorgt dat er heel weinig wrijving is. En daardoor natuurlijk ook een laag energieverbruik. Dat hangt daar natuurlijk mee samen. Dit is het kantoor van Skyway. Links zie je de mensen die aan het werken zijn. En rechts het kantoor. Dit kantoor hebben ze pas nieuw betrokken. Daarvoor was er een kleiner kantoor. Maar dat is te klein geworden. En daar zijn ze uit vertrokken. En nu hebben ze hier een nieuw kantoor waar ze dus nu met z'n allen zitten te werken. En dan zijn er ook nog meer dan 1000 gekwalificeerde, hooggekwalificeerde specialisten hebben ze in dienst. En dat bestaat uit 80 afdelingen en ontwerpbureaus. En de totale oppervlakte van het kantoor en de productiefaciliteiten is meer dan 10.000 vierkante meter. Rechtsonder zie je nog een plaatje van mensen die training krijgen. Mensen worden constant getraind, ook in Minsk. En hier zie je de fabriek. Er is inmiddels al een ander plaatje, maar dat heb ik nog niet. Want er is nog een gebouw meer bijgeplaatst, nog een hoger gebouw. Waar de productie ontwikkeld wordt, waar verder gedaan wordt. Dus dat is nog groter geworden. En hier zie je rechts nog de plaatjes van mensen die dus in de productie aan het werken zijn. En dan kijk eens de mensen hoe groot die zijn en de stalen wielen. Zijn die best klein. En dit is het park toen men in 2015 kon beginnen. Er was niks. Het was een onontgonnen oud militair terrein. En dan ging men daar en heeft een tekening van gemaakt. En heeft men gaan kijken hoe gaan we het ontwikkelen. En linksboven zie je wat er op papier stond waar wij mee begonnen in het begin van dit wil men gaan bouwen. Heel veel mensen geloofden het niet. Maar kijk eens wat er nu op dit moment staat. Hier rechts hebben we een plaatje. En dit is er op dit moment gebouwd. Je ziet die vijver daarachter, zie je op het linkerplaatje uit 2016 ook. Daar stond toen niks. En nu voor die vijver, hoe mooi is het. Helemaal in het groen, aangeplant van hout, van bomen. Vijvers zijn er, een visvijver is er. Je kunt het op afstand zo niet zien. Maar er staat gewoon heel, heel veel. En er is meer gezet als wat links in 2016 getekend was. Want er zijn meerdere ontwikkelingen gekomen. En ze hebben dus ook meer spoorrails aangelegd voor te testen. Voordat ze natuurlijk op de weg komen, moet alles helemaal uitgetest zijn, zodat er niks meer kan gebeuren op het moment dat een voertuig in bedrijf genomen wordt. Elk jaar mogen wij naar het Ecofest, alleen vorig jaar niet. We weten allemaal de omstandigheden, maar als ze hopen dat we dit jaar er weer naartoe mogen. En dan hebben we één dag dat we daar mogen gaan kijken. U ziet alle tentjes links op die foto. En dan zien wij alle vormen van vervoer die er zijn, zie je de hele dag op en neerrijden. En je mag gewoon erin meerijden. Verder hebben ze in de tentjes van allerhande dingen om te laten zien hoe ze gedaan hebben, wat ze gedaan hebben. Er is ook een heel museum waar je alles kunt zien. Er hangen ook alle contracten, diploma's, alle ontwikkelingsdingen. Alles hangt daar gewoon. Je kunt er alles zien, alles in het klein. Ook de wagons allemaal in het klein die ze gemaakt hebben. Er is gewoon heel, heel veel te zien. Je kunt er een hele dag bezig zijn en heb je het in feite nog niet allemaal gezien. Dit zijn ook nog een paar foto's daarvan. Dit ook nog. Hier zie je weer de High Speed Unibus. En daarvoor en daarachter zie je verschillende banen hier. Je ziet eigenlijk overal wel een voertuig hangen. Dat hier net alle voertuigen opstaan dat ze op en neer aan het rijden zijn. En dit gaat over de Emiraten. De Verenigde Arabische Emiraten. Daar zijn ze in september 2018 begonnen met de bouw van het Skyway Innovation Center. En dat in het Emiraat Sharjah. Dit is nog een maquette. En rechtsonder zie je het houten huis. Dat was hier een maquette, maar inmiddels is dat klaar.
Heb ik zo meteen ook foto's van. Dit is een bovenaanzicht wat er allemaal gaat komen van het systeem van Skyway om daar het hele de SNA-transport te bouwen en op de universiteit en bouw, kantoorwerkzaamheden en alles meer. Dit is het hele, de ruimte die ze mogen gebruiken. Dit zijn echte foto's. Links zie je in 2019 zijn ze begonnen met het eerste 400 meter en die is klaar nu. Het zijn echte foto's. Daar zijn ze al in met hitte aan het testen geweest. Want de wagons konden tegen een kou van min 60 graden. Maar daar in de woestijn gaat het tot plus 55, 60 graden. Dus dat is een groot verschil. En de bouwmanier is iets anders. Maar ze kunnen dus voor koude en warmte temperaturen kunnen ze bouwen. Hier kunnen geen blaadjes op de weg vallen. En ook geen zand over de weg heen waaien. Hier kan altijd alles doorgaan. Dus zelfs in de woestijn, waar nu getest wordt, waar je ziet dat heel veel zand is, is het allemaal te doen. Hier zie je een groter plaatje ervan. Dan zie je dat die van A naar B gaat. Er zit ongeveer 200 meter tussen een van zo'n pilaar. Het is eigenlijk geen pilaar, zo'n ronde cirkel. En daar hebben ze hem tussen hangen en daar gaat hij de hele dag zijn testen met alles. In eerste instantie heel langzaam en een beetje gaat het harder. En kunnen ze bepaalde snelheid gaan bereiken. Skyway voldoet voor de toekomstige mobiliteitsbehoeften van Dubai. En de rail zelf, wat ik straks vertelde, heeft een duurzaamheid van 100 jaar. Het voorkomt corrosie door de 8 voorgespannen draden te omhullen in een polymeeroplossing ter bescherming tegen zware omstandigheden. Dat zei ik straks ook al, die oplossing die er tussenin zit in die harde omlaag, daar waar de snaren erheen lopen, die zitten in een polymeeroplossing. En dit systeem vereist dus minder land en infrastructuur en verbruikt bijna 5 keer minder energie dan elektrische voertuigen. Het is ook in lijn met de strategie van de Smart City van Dubai en van de Verenigde Arabische overheid. Het lijkt geen twijfel dat dit alles heel spoedig uitgevoerd gaat worden. Men is al heel erg bezig om dit allemaal te ontwikkelen. Inmiddels weten we dat daar ook een lijn komt van 125 kilometer. Wat we zeker weten is dat er een 15 kilometer lang traject met 21 stations komt in Dubai. Het Ecotechnoparken zijn er in Belarus en de Verenigde Arabische Emiraten. En ze starten met in eerste instantie de bouw van een 25 kilometer lang traject voor de high-speed unibus. Die moet getest worden, want zodra die de 500 kilometer per uur heeft gehaald, dan is fase 15 ook voorbij. Dat is dus het laatste deel wat moet gebeuren in fase 15. En er moeten nog een paar dingen van fase 14. Maar ook van fase 15 zijn er al een aantal ontwikkelingen gedaan. Dan zie je hier rechtsonder het Ecohuis. Links een kleine plaatje is in aanbouw en rechts is het gewoon bijna helemaal klaar. En inmiddels is het klaar en is er ook een weg omheen aangelegd. Maar heel veel mensen zeggen, ja, is dat wel allemaal waar? Nou, voor mensen in België, die weten het allemaal, er is een bedrijf in België die levert dus de bekabeling. En dat is het bedrijf Bekaert. En die heeft dus al de kilometers lange bekabeling geleverd voor het 2,5 kilometer lange spoor, wat ze dus in het testcentrum aan het bouwen zijn. Het bedrijf is een heel groot bedrijf. Iedereen in België kent het, en het Nederland niet, maar ga maar aan iemand vragen die je in België kent. Iedereen kent dat bedrijf. Verder is er ook een volgens de eisen van de Europese transportregelgeving, waar we aan moeten voldoen, is er een bedrijf wat ze aangetrokken hebben uit Frankrijk, Maffelec, en die zorgt dat de verlichting en de HMI-systemen goed functioneren, zodat alles automatisch verloopt, of handmatig, kan allebei. Er is nog een bedrijf, en dat is Voestalpine, en dat is een Oostenrijks bedrijf, en die levert de hoogwaardige harde staal. Kunnen ze in verschillende maten produceren. Het is gewalstaal en dat is dus voor de productie van die harde stringlaag. En verder samenwerken met internationale bedrijven toont toch wel het vertrouwen in ons Skyway project van Juninski Stringtechnologie. Het is gewoon een geweldige manier om op deze manier mensen straks te kunnen gaan vervoeren. En waarom investeren mensen in Skyway? Omdat de sneltransportmotor gebruik maakt van eigen opgewekte elektriciteit. Het stoot geen schadelijke emissie uit in de atmosfeer. En voor de aanleg van een kilometer van de snelroute is minder dan 100 vierkante meter land nodig. De oppervlakte van een bospad.
Nou, dan kun je mijn auto snelweg niet zeggen. De locatie boven de grond, dat kan dus zorgen voor sterfte van dieren en ontbossingen kunnen tegengegaan worden en dieren hebben de vrijheid. Dus de aanleg van snaarbanen zal het natuurlijke landschap niet veranderen en zal de bossen die zuurstof produceren allemaal kunnen behouden. De voordelen zijn dat de bedrijfskosten veel minder bedragen dan de helft van het conventionele vervoer. Elektrische voertuigen verbruiken veel en veel minder energie dan auto's. Het is ook aanzienlijk goedkoper om te bouwen en te exploiteren dan een hyperloop of een monorail. Het is een energiebesparende oplossing met een elektromotor die deels op zonne- of windenergie kan worden aangedreven. Kan ik hier ook op participeren? Ja. Mensen die willen, die kunnen dit bedrijf met via crowdfunding eigenlijk ondersteunen. Het bedrijf heeft helemaal geen hypotheek of wat dan ook ergens op. Alles is met eigen geld ontwikkeld en met geld van mensen die zeiden, ik vind dit een fantastisch bedrijf, ik wil het ondersteunen. Daar zal Jeninski Stringtechnologie en de andere bedrijven, die zullen dus zorgen dat zodra men verder gaat en winst gaat maken, dat die mensen ook daar natuurlijk een tegenprestatie voor krijgen. Maar dat zijn dingen die je even moet vragen aan de persoon die jou hierheen heeft gestuurd, uitgenodigd om te komen luisteren. Die kan er wel meer over vertellen. Ik vertel nu alleen hoe het systeem in elkaar zit en hoe mooi dat het is. En wil je meer weten, dan zijn wij natuurlijk ook altijd bereikbaar, want wij kunnen natuurlijk jullie ook meer uitleg geven. Maar dan kunnen we de vragen van jullie beantwoorden welke jullie hebben. Als we het samenvatten, dan is het bovengrondse transport van het Skyway is innovatief, snel, veilig, economisch eenvoudig te integreren en heel erg milieuvriendelijk. Hier heb ik het plaatje nog even groot gemaakt, dat je kunt zien dat de dieren gewoon beneden kunnen leven. Boven gaat het transport. Als je dan ziet dat elk groen blokje een container is die op een vrachtwagen staat. Dat hier dus een weg zou lopen en dat zoveel vrachtwagens hierheen rijden, dan zouden deze dieren geen schijn van kans hebben als ze de weg over wilden steken. En nu staan ze eronder. Ze zijn dus eigenlijk helemaal niet in levensgevaar en dat zou wel zijn als hier gewoon een weg aangelegd was. Dus dit is zo'n mooi project, zo'n mooi verschil met wat het eigenlijk is. Hier heb ik Earl nog een keer, maar Earl die is er ter ondersteuning op de achterkant, maar die kan me eventjes niet als hierbij komen nu. Dus ik vertel even zijn verhaal. En dat doet hij heel geweldig. Hier zie je een weg in Nijmegen, vlakbij een benzinepomp. Ik ken hem. En daar rijdt heel veel vrachtverkeer heen. Als je dat vrachtverkeer van de weg kunt halen en boven in de lucht kunt doen, maar ook de auto's die er rijden, als die gewoon ergens op kunnen stappen in Nijmegen en van A naar B op de plaats uit kunnen stappen waar ze moeten zijn, is die auto niet nodig, hebben ze geen parkeerkosten nodig, al die soort dingen allemaal niet nodig, dan kan men door de lucht hier gewoon verder reizen. En kijk eens hoe weinig ruimte dat die twee palen nodig hebben tegenover heel die weg die daar staat. Dit is gewoon zo'n mooi iets. Dat is gewoon onze mooie toekomst. Dan hier nog een belangrijker plaatje. Want hier zie je eigenlijk de weg waar fietsers staan bij een kruising die willen oversteken. En hoe dikwijls horen we niet dat fietsers dat die in de dode hoek van een vrachtauto staan. En dat ze onder de wielen terecht zijn gekomen. Kan hier absoluut niet gebeuren. Bovenin de vrachtauto in feite, de container die daar vervoerd wordt. Dan heb je nog een andere industriewagon en het passagiersvervoer. Het kan allemaal door de lucht, het kan daar druk worden en daaronder heeft men gewoon de ruimte. Dat is zo geweldig mooi. Sinds 1914 ontwerpt, bouwt en certificeert het bedrijf elektrische overheidstransportsystemen op basis van gepatenteerd pressed track structuur technologie. En begin 2021 kondigde het bedrijf een overgang aan van ontwerp, test en certificeringsfase naar serieproductie en open commerciële verkoop op de internationale markt. Het belangrijkste zakelijke voordeel zijn de lage marktkosten van bijna 1 miljoen per kilometer. Ga dat eens kijken wat de kilometer kost van de gewone traditionele weg, hoe die aangelegd wordt. Dan is dat een groot verschil. En de belangrijkste uitdagingen voor het vervoer zoals we nu kennen, zijn dus hun kosten. In Europa bedragen de gemiddelde kosten van de aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer 30 miljoen per kilometer. En het jaarlijkse onderhoud kost ook nog eens 100.000 per kilometer.
De kosten van een hoge snelheidstrein voor 350 mensen bedraagt ongeveer 30 miljoen weer. En het onderhoud kost 1,2 miljoen per jaar. Dus nog meer. De Hyperloop technologie betreft, die constructie ervan, die wordt nu al geschat op niet minder dan 50 miljoen per kilometer. En hoewel deze technologie zich momenteel nog in de conceptfase bevindt, weet men nu al zeker dat het zeker 50 miljoen zal zijn. Dat is dus 3 tot 5 keer zijn wij met ons traject lager in kosten dan de meeste betaalbare conventionele vervoerssystemen, zoals wegen, spoorbanen en kabelbanen. Er zijn ook unieke elektropods en de unicorns die het mogelijk maken om standaard de ISO-containers te vervoeren met een snelheid tot 120 km per uur. En dan met een prijs van 1 cent per ton kilometer. Dus een ton en een kilometer. Per kilometer en een ton kost het maar 1 cent. Dus er zit natuurlijk wel veel gewicht in zo'n container, maar het is dus echt 3 tot 5 keer goedkoper. Men heeft ook nog geen dure terminals nodig. Laad- en lostijden kunnen aanzienlijk worden verkort en de belangrijke logistieke problemen zijn hiermee ook opgelost. Hier zie je de aanleg van het park in Dubai, in Sharjah moet ik zeggen, in de Verenigde Arabische Emiraten. Hier zie je een aantal pilaren die er staan voor de snelheidswagons. Je ziet een vierkant en je ziet, dus eigenlijk de vierkant is lijn 2 denk ik en de ronde is lijn 3. Komt ook nog een lijn 4 en dat is voor de hoge snelheidswagon te kunnen testen. En die wordt, zoals ik begrepen heb, versneld aangelegd. Dat kunnen we hier nog niet zien. Deze man is dat hier aan het vertellen. In een filmpje kunnen we dat zien. Dan zegt hij van deze kant naar die kant komt dus die lijn gebouwd worden. Dus dat is gewoon heel mooi. En voor, oh, dit is dus niet nodig, want dat is al voorbij voor nieuwe mensen in India. Kreeg men, komt wel weer in de volgende maand ook voor India. Mensen die mensen uit India kennen, een presentatie, maar dat maken we wel op een andere manier bekend. Hier zien we de officiële websites. Er zijn er nog een paar meer, YouTube-kanalen, die moeten er ook nog bijgezet worden. Maar dit zijn een aantal websites, maak hier een foto van. Dan kun je zelf nog dingen uit gaan zoeken, hoe het allemaal is. Hier is alles te vinden. En ja, je kunt hier je eigen dagen bezighouden om hier je eigen te vermaken, om te kijken wat er allemaal is, wat er komt. Je hebt hier vanavond een uniek iets gezien, waar bijna niemand nog van weet, want ja, wij vertellen dit wel. We kunnen dit alleen via vertellen, omdat het natuurlijk nog niet groot geadverteerd mag worden. Men is dit in het begin nu wel bezig om via de Emiraten, alleen de Verenigde Arabische Emiraten adverteren nu met hun systeem. Zij hebben dus ook de toestemming gekregen om dit te mogen doen. En daar zijn een aantal filmpjes van. Als je een aantal sheiks op een filmpje ziet, dan weet je, dit is heel uniek. Als we 10 jaar geleden erbij waren geweest met het begin van de Bitcoin, toen geloofde ook niemand erin. 20 jaar geleden met het begin van het internet, geloofde ook niemand erin. Hier, als je dit aan mensen vertelt, gelooft ook niet iedereen erin. Gelooft men ook niet. Helemaal niet erg. Als je dit verhaal hebt gehoord en je twijfelt, kun je gaan zoeken op internet om iets te vinden. Je vindt positieve dingen en negatieve dingen. Kijk hoe je het zelf vindt. Praat met ons, bel ons. Ik zal mijn nummer zo meteen laten zien. Maar ga gewoon goed onderzoek doen en ga met ons praten. Wij kunnen je nog veel meer vertellen. Ik kan hier de hele avond over bezig blijven. Is niet de bedoeling. Ik heb het in hele grote lijnen uitgelegd, in vogelvlucht eroverheen gegaan. Maar er is veel en veel meer. En als je half twijfelt, zou ik zeggen, doe het. Want straks in de toekomst gaat het bedrijf je een tegenprestatie voor geven als winst maken. En hoe geweldig is dat als je daar ook in mee kunt profiteren. Dus dit is gewoon mooi en kijk hoe je, wat je zelf ervan vindt. Hier is mijn telefoonnummer, ook het telefoonnummer van Earl. Maak er een foto van, bel ons op, vraag naar. Maar ik zie ook Tinne hier in de webinar, dus die weet er ook alles van. En die kan je ook altijd, als je Tinne kent, dan kun je ze ook bellen. Maar je kunt ook ons altijd bellen. En wij geven ook alle uitleg als je haar niet kunt bereiken. Dus geen probleem, wij zijn er voor gewoon België en Nederland. We ondersteunen iedereen. Dus wil je iets weten, schroom niet om ons te bellen. En dan bij deze is dit het einde van mijn presentatie. Bedankt voor uw interesse. En tot de volgende keer.
Ik zal nog even de foto laten zien, het plaatje van ons telefoonnummer. En dan zal ik nog eventjes kijken of ik een filmpje kan draaien. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.